Ja, vandaag zijn we op pad. Het is wel echt een extreem gaaf model van de BMW M4. Een 1 of 10. En wij gaan jullie vandaag laten zien wat dit inhoudt. En misschien is hij nog wel specialer dan we denken. Ja, we zitten namelijk in de BMW M4 Avis. Een uitvoering die we in Nederland eigenlijk nooit gezien hebben. En dat heeft puur mee te maken dat BMW M dit model lanceerde voor de Belgische en Luxemburgse markt. Het verhaal daar eigenlijk achter is dat de BMW M4 Avis op een oplage van 10 stuks is geproduceerd. 10 stuks! Moet je nagaan hoe weinig dat is. En toen hebben ze ook de M3 ook in een Avis uitvoering uitgebracht. Dus er waren twee modellen, de BMW M3 en M4, in totaal 20 stuks. En dat voor de Belgische Luxemburgse markt. Daarom is natuurlijk ook deze BMW M4 geïmporteerd naar Nederland. Het is geen origineel Nederlands geleverde BMW M4. Maar wat een enorm gaaf ding is dit, zeg. En zoals ik al zei, misschien is die wel unieker dan we eigenlijk denken. En dat heeft één reden. Deze BMW M4 Competition in de basis, in de Avis blauwe kleur, is namelijk aangepakt door AC Schnitzer. En dit betekent in dat hij geen 450... maar 510 pk draait. Ja, dat is toch geweldig. Het welbekende 6-in-lijnblok van BMW M is al fantastisch. Natuurlijk de achterwiel aandrijving die deze auto helemaal afmaakt. Ja, wat wil je nog meer? Misschien iets te veel vermogen wat mooier, maar dat maakt het wel helemaal. BMW M4 Competition Coupé is, zoals ik al zei, in de basis al een vrij unieke verschijning. Natuurlijk door die avondblauwe kleur, maar gewoon deze spec is sowieso al heel erg goed gedaan, hoor. Volledig leder dashboard, head-up display erin verwerkt, blauwe stiksels, carbon inleg in het interieur, met natuurlijk ook die mooie aanduiding van de M4 Avis. En dat het een uitvoering is, de BMW M Special Series 1 of 10. Het geeft toch wel een speciaal gevoel. Met natuurlijk ook die open kuipstoelen weer in de BMW M4 Competition. Ja, is dit wel top. En dat kleine stukje extra door die AC Schnitzer onderdelen. Knars aan de voorkant, natuurlijk die diffuser. En hier zit er dan ook nog eens andere verf onder die echt enorm goed ogen. Ja, en daarbij gerekend die tuning die hem toch een 60 pk extra oplevert. Waar hij ook op zo'n 630 Nm koppel uitkomt. Ja, wat wil je nog meer in een BMW M? Ja, die 6-cilinder in lijn heeft zo'n fantastisch geluid natuurlijk. Oh, dit is genieten, zeg. Chapeau. Dit is toch heerlijk. Speciale BMW M-modellen. Natuurlijk, we hebben de laatste variant ook natuurlijk nog met de 6-cilinder. Maar wat gaat er in de toekomst natuurlijk allemaal gebeuren? Dan is dit natuurlijk nog wel even een stukje extra genieten. Hè? Als we de kans krijgen, dan moeten we die nemen. Wat een geweldig apparaat is dit, zeg. Ik ga nog eens lekker een mooi stukje toeren hier door de polder heen. Dit is wel zo leuk.
Ik zie jullie graag de volgende keer terug. Vergeet uiteraard niet een blauw duimpje omhoog achter te laten van deze knijterdikke BMW M4 Competition Coupé Avus met AC-snitserpakket. Mooi de mond vol, maar ik zeg fantastisch. Tot de volgende keer.